hele goede morgen. Het is echt fucking vroeg. Welke dag is het nou? Maandag. Het is echt fucking vroeg. Ik weet dus echt niet waarom ik mijn afspraken zo vroeg inplan. Ik zeg altijd als ik een afspraak maak, zeg ik van ja, ja, is goed, is goed, is goed. Maar ik luister niet echt, want de afspraak is in Amsterdam. En nu moet ik gewoon om 9 uur 's ochtends vertrekken om die afspraak te halen. Oh mijn god, ik ben echt zo dom. Als je jezelf kent en je weet je bent geen ochtendmens, moet je het absoluut niet doen. Want ik zweep me nu al helemaal dood van alle stress. Ik kon niks vinden in de ochtend. Ik ben net klaar met mijn afspraak. Ik heb vandaag niet gefilmd. Ik had echt een moody ochtendbui. Maar ik heb een binnenweefselmassage weer gedaan. Dat was heerlijk. Ik voel me weer zo goed. Mijn benen zijn zo licht. I love my life. Ik heb vandaag trouwens voor de verandering zilveren oorbellen in. Heb ik echt nooit, maar ik heb dus een jasje aan van Naked. En die heeft van die zilveren details. En dan vind ik het heel lelijk als je van die gouden oorbellen erbij gaat doen. Dus heb ik maar even zilver in gedaan. Zo niet medium. Maar ik voel me nu echt goed. Ik heb trouwens een jurkje aan. Oh, is het helemaal niet goed. Volgens mij is het jurkje van... Oh, mijn BH. Volgens mij is het jurkje van Boohoo of zo. Grijs jurkje. En een beige jasje eroverheen. Staat voor geen meter. En ik heb hieronder gewoon slippers aangedaan. Want ik dacht, hey, ik ga toch voor een massage. Ik heb helemaal geen zin in schoenen. En dan mijn sokken uit, bla bla bla. Nope. Oké, ik ben uitgeklaagd. Ik ga naar mijn auto. Ik ga naar huis. Ik moet nog een paar dingen opnemen voor samenwerkingen en zo. En daar ben ik vandaag eigenlijk heel erg mee bezig. Ik moet echt een keer afronden, want ik ben een beetje te langs geweest. En ik denk dat... Die zegt dat ik niet zo leuk vind. Dus ik ga er vandaag de hele dag aan werken. Ik ben lekker thuis. Ik ga even een snelle salade maken. Griekse salade wordt het even. En daarna ga ik lekker douchen en mezelf klaarmaken. En even gewoon lekker aan het werk. Zo, mijn salade is klaar. Het lijkt echt een heel klein bordje zo. Maar het is best wel een grote bord hoor. Echt een volle bord met lekker veel feta kaas. Ik ga hier echt vol van zitten. En dan ga ik even... Daarna shooten. De salade was heel lekker. Ik heb even mijn haren gewassen. En ik heb nu even een maskertje erin. Ga ik even laten inwerken. En dan ga ik me even klaarmaken voor de eerste samenwerking. Ik voor de eerste samenwerking mijn haar vast ga doen. Dat vind ik denk ik wat mooier. Want ik moet de shoplog opnemen. En dan moet ik elke keer omkleden. En dan zit mijn haar toch al niet meer. Ik moet eerst even deze in elkaar zetten. De bedoeling dat je op beeld alleen mijn witte muur ziet. Het gaat denk ik lukken. Zoals je ziet heb ik me inmiddels helemaal klaargemaakt. Ik ben echt zo blij dat ik voor het knotje ben gegaan. Want het scheelt me echt zoveel tijd. Ik heb mijn jurkje aan van Naked. Mijn eerste jurkje die ik ga showen. Ik heb even de airco aangedaan. Want ik moet 8 outfits showen. En als ik binnen elke keer moet omkleden weet ik veel wat. Dan weet ik me altijd helemaal dood. En dus het lekker frisjes zie ik. Ik doe even lekker zo de muziek aan. En dan ga ik even opnemen alles. Dit is dus mijn eerste jurkje. Maar ik ga het zo wel even van de afstand filmen voor jullie. Guys, ik ben klaar met opnemen. Ik ga gewoon lekker weer even een chill outfit aandoen. En dan ga ik gewoon even lekker zitten en even bijkomen. Want ik zweet me zoals ik verwachtte. Want de pleur is, ik heb zelfs de airco aan. Maar ja, nu maar hopen dat het gewoon goed gekut wordt. En dan klaar. Ik ga nu even de zool hier opruimen. Alles ligt nu letterlijk op de grond. Voor dus de tweede samenwerking nu ook al gelijk opnemen. Nu wil ik eigenlijk mijn haar voor los doen en zo. Maar ik red het niet meer, want het is nu etenstijd. Dus ik ga nu even koken, want ik denk dat Nessie zo thuis komt. Ik hoop stiekem dat hij wat later thuis komt. Ik ga hem even snel bellen en anders wordt het gewoon nu koken. Ik wil koken, toen dacht ik nee, ik ga gewoon alle samenwerking even afronden. Dan ben ik daar klaar mee en dan kan ik in de avond gewoon lekker chillen. Dus ik heb me even omgekleed voor de tweede samenwerking. Ik heb mijn haar gewoon wel weer vast gedaan. Ik heb een jurkje aan van Naked. Hij is echt heel erg mooi en hij is ook heel erg fijn. Echt classy. Ben ik denk ik zo met een half uurtje, als ik geluk heb,
ben ik dan klaar. Ga ik daarna even snel naar de Albert Heijn, even drinken halen en dan gewoon rustig gaan koken op mijn gemakje. Ik heb na het filmen gewoon echt gelijk gewoon gedoucht even. Niet mijn gezicht natuurlijk, mijn lichaam bedoel ik. En ik ga nu even naar de appie. Nessie is iets eerder thuis dan gepland. Dus we hebben even deze pizza gehaald. Het is spinaziebodem. Niet helemaal gezond, maar wel een gezonder alternatief. Dus hier gaan we even voor. Zullen we er vlees op doen of zo trouwens? Zo, dit is onze pizza geworden. We hebben er kalkoen, bacon op gedaan en ham. En uitjes toegevoegd. Het is zo lekker uit. En ik ga nu ketchup pakken. Ik ga lekker samen eten, Nina. Ik heb me zoveel gemist in mijn leven. Zo, ik heb hem weer even klaargemaakt. Ik zie er vandaag echt zo stoer uit. Zo. Nee, maar ik... Heb je een crocs uitgedaan? Oh, dat is wel echt een goeie inderdaad. Ik ben vergeten om ze aan te doen. Wij gaan even onze was ophalen. Want wij waren weer eens te lui om wasjes te doen. Ze hebben weer gelijk. Ik heb laatst crocs gehaald, die moet ik aandoen. Ze staan nog leuk op nog. Ja, een goede tip van de dag, Nessie. Wat moet ik zonder jou? Ongelooflijk. Ja, dat ging goed, hè? Lekker. Maar ook elke keer minder pijn, dat niet. Nee. Nee. Meestal ben je zeg maar aan iets, toch? Nee, ik ben er niet aan gewend. Wij zijn alweer terug. We hebben de was even opgehaald. Ik ben helemaal gesloopt. Ik was in de auto ook even bezig met de samenwerking. En ik ben nu echt gewoon helemaal moe. Ik kan nu gewoon in slaap vallen gewoon. En net is precies hetzelfde. Wij zijn een paar uur verder. We waren echt zo moe toen we terugkwamen. Want we hebben gewoon de hele dag allebei eigenlijk gewoon gewerkt. En ik heb gisteren nog ook heel, heel slecht geslapen. En Essie ook, dus daar kan het ook echt aan liggen dat je energie vandaag gewoon echt heel erg laag is. Dus ja, we waren eigenlijk een soort van in slaap gevallen. En toen even rustig aan wakker geworden. En even een colaatje gedronken. Nu zijn we lekker aan het playstationen. Ik ben lekker op de bank. Ik ga even filmpjes kijken. Wanneer je echt kan genieten van een koekje bij de thee, ben je gewoon officieel oma. Ik ben gewoon officieel oma. Ik laat jullie even zien over welke koekjes ik het heb. Het zijn trouwens niet suikervrije koekjes, maar suikerbewuste koekjes. Dat zijn dus deze koekjes. Van cereal. En je hebt daar dus ook stroopwafels van. Echt gewoon heel lekker. Je proeft natuurlijk wel echt een duidelijk verschil met de normale stroopwafels. Maar het is gewoon echt een heel lekkere vervanger. Ik bedoel... op het moment dat je zeg maar sowieso gewoon gezonder eet of keto eet, vooral keto, dan ga je gewoon de minder zoete dingen wat meer waarderen. En als je dan opeens een koekje eet vol met suiker, dan ga je gewoon bijna over je nek. Maar dat heb je dus met deze koekjes niet, want de suiker is echt gewoon minimaal. Omdat als degene die laatste is, die moet eruit en de volgende ronde. Nou, dat weet je niet precies. Loving life. Je moet weet je waar het naar smaakt? Naar die droge koekjes die vroeger in, zeg maar, in thee dachten. Maar dan moet een stukje chocolade tussen. Iets zachter. Pak nou mijn koekje af. Pak nou mijn koekje af. Mijn koekje.